De werkzaamheden aan de Martin Luther King Highway verlopen goed. Het weggedeelte tussen de Adien en de Toetlivo-kanaalweg is ondertussen opgeleverd. Het voetpad is ook aangelegd en er is topkwaliteit asfalt gebruikt. Het gedeelte tussen Paranam en de Toetlivo-kanaalweg is helemaal af. Vandaag is de technische oplevering van de weg. Dalia en de Anima Dalen is klaar met het asfalteren en de bermen maken. En draagt de weg dus over voor de eerste maal. De weg heeft een lengte van ongeveer 4,6 kilometer en een breedte van 8,2 meter. Naast de weg is er ook een fietspad aangelegd met een breedte van 3,5 meter. Het fietspad is toegankelijk in beide richtingen, vanuit zowel de stad als vanuit Afobakka. De werkzaamheden zijn veel eerder gestart. Dalen is begonnen vanaf Afobakkaweg, dat is bij Paranam, tot naar hier. Totaal heeft het ongeveer, ik dacht, allemaal bij 2 jaar geduurd voor die hele weg afronden. Zijn er stagnaties geweest? Niet zozeer stagnaties, maar inderdaad het weer natuurlijk toch, want asfalt en regen zijn geen vrienden. Verder hebben we niet echt stagnatie, maar toch rekening moeten houden met het vele verkeer. Het is een heel drukke weg, heel veel economisch verkeer op de weg, veel zandtransport, trucks met boomstammen en zo. Dus die hebben wel tot een beetje stagnatie geleid voor het werk. Deze weg heeft een andere opbouw, het is niet conventioneel opgebouwd. De weg is opgebouwd uit een betonnen fundering, met een zogenaamde stabikaal. Een dikte van 25 centimeter cement gebonden met stabikaal. En daarbovenop zit het asfalt met een dikte van 13,5 centimeter. Het asfalt hebben we ietsje sterker gemaakt met een speciaal asfaltmengsel, een polymer gemodificeerd asfalt, die ook bestand is tegen het zware, langzaam rijdende zware vrachtverkeer. We staan nu voor de school Oost-Toelivo en om het verkeer een beetje te dwingen om langzamer te rijden, zijn er dus inderdaad rumblestricks, rammelstroken gelegd, waarbij je verplicht bent om eindelijk je snelheid aan te passen naar 30 km per uur. Ik wil meegeven dat met name de snelheid op de weg, de snelheid is maximaal 60 km per uur, dat men ook zich daaraan houdt, aan die 60 km per uur. En als je bijvoorbeeld een doorgetrokken streep ziet op de weg, dat betekent dat je niet mag inhalen. Het is een heel drukke weg, dus hou je ook echt aan de verkeersregels. De oplevering van dit gedeelte van de weg betekent heel veel voor het ministerie. Het is namelijk zo dat het bereiken van het binnenland, of dan zeggen het zuiden van Suriname, vergemakkelijkt wordt met de ontwikkelingen hier. Het is zo namelijk dat wij een aannemingsovereenkomst hebben met de aannemer en ook een dienstverleningsovereenkomst met een directievoerder. En dat is dan in dit geval Consortium Sonecon Syntec. En dan heb je de opdrachtgever, dat is het ministerie van Openbare Werken. Het is een driepartijenspel en hierbinnen moesten wij dus regelmatig bij elkaar komen, meetings houden. Eerst heb je dan een design gedeelte, het weg wordt ontworpen. En op basis daarvan ga je dan in de uitvoering en dan ben je regelmatig in contact. Zo is het een beetje geschikt. Zeer zeker is het ministerie tevreden. Nou, eigenlijk is het project op zich geweest dat we wat langer bezig zouden zijn. Maar we zijn wat eerder, hebben we eigenlijk het eindstreep behaald voor dit gedeelte van de weg. Het laatste gedeelte dat nog eigenlijk open staat, dat is tussen de Toetlivo-kanaal en de Latourweg. Daar zijn we nu bezig met een designproces. En zo zoetjes aan gaan we daar ook een aanvang mee maken binnen het Dalian 5 project. We zijn ergens in november 2017 begonnen bij Paranam met een startceremonie voor het geheel project. En vanaf november 2017, vandaag zijn we ergens februari 2020, dus iets meer dan 2 jaar heeft het geduurd. Je krijgt zowel positieve reacties als negatieve reacties, maar de positieve reacties zijn dat men nu vrij kan rijden over de weg. U weet, in het verleden was de weg eigenlijk al een beetje door zijn constructieperiode heen. Of gebruiksfase heen en moest dat dan opnieuw gedaan worden. Ik kan me nog heel goed herinneren, ergens in 2007 zat er zelfs een vrachtvoertuig vast bij dat gedeelte bij Paranam. Maar nu is het zo gemakkelijk om van hier naar Paranam te rijden. Dus dat zijn de positieve impacts die we hebben op het project. Maar wat je ook hebt, dat de weggebruikers de maximale toegestane snelheid van 80 km per uur wel overschrijden. En dat geeft een iets wat negatieve gevoel, want je krijgt dan verkeersongevallen. Om dat te voorkomen zou ik de weggebruikers wel willen vragen dat ze rekening houden met de maximale toegestane snelheid.